allemaal, wat fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvlog. Ben je nou nieuw op ons kanaal? Even een kleine update. Wij zijn Jeffrey en Merlin, een jong stel uit Nederland die in oktober van Nederland naar Australië zijn verhuisd. Elke week nemen we jullie mee in wat we hier allemaal beleven, zien en doen. Ga lekker genieten van deze vlog. Zeg, hey, heb je plannen vandaag aan het VPA's en om mee te gaan? Mijn vrienden vragen, hey, wat? Vandaag hadden Jeffrey en ik bedacht om een stukje te gaan toeren. We zijn richting het zuiden gereden van de Gold Coast en kwamen uit bij Burleigh Heights. We hadden besloten hier de boel te gaan verkennen. Tussen de rotsen zagen we een soort rode parels, maar allebei hebben we echt geen idee wat het was. Dus weet jij het? Zet het vooral even in de comments. En ik weet het is cliché, maar het is waar. En de ware surfer die Jeffrey aan het worden is, heeft hij natuurlijk wel de service app. Dus hier houdt hij even mooi in de gaten hoe hoog de golven zijn en alles. Goed voel, maar mijn vader zei me zo. Jouw je borst altijd vooruit en hou dat hoofdje van je koel. En ik ben niet op zoek, maar net als Russische roulette maak jij het spannend, raak me goed. Lach om alles wat jij zegt, dan roep ik me op mijn zwijgen. Hier even een feitje die niemand jou vertelt over Australië. Er lopen dus blijkbaar overal wilde kalkoenen. Ja, sorry, luister echt. Ik doe alles op gevoel. Ik heb geen idee waar ik mee bezig ben, maar man, wat voelt dit goed? Daarentegen hoor je natuurlijk wel eens over de spinnen. Brrr, doodeng. Hi allemaal. Wij zijn vandaag 2,5 jaar samen. Ja, ja. Dus erg om dat een beetje te vieren zijn we weer naar het waterpark gegaan. Ja. Ja, en we gaan vanavond lekker uit eten. Ook nog, ja. Heerlijke dag van maken, het is tweeën. Ja, toch? Ja, zeker. Zo, even zelf lunchpakketje mee, zoals de Nederlanders die er zijn. Nou ja, lunchpakketje, gewoon 2 liter water en een zout met snoep. Ja. Komen we de dag gewoon mee door? Ja, denk ik wel. Heel hè? Ja. Wat zeg je nou? Ik heb honger. Dat kan niet, we hebben alleen water en snoep. Nee, maar gaan we het niet redden. Nou, wij zijn uit eten. We hebben hier de menukaart. We staan er niet heel lekker op. Voor dat was wel. En we maken er een gezellige avond van samen. Als het hoort. Chinees nieuwjaar. Ja, en wij leven in Chinatown. Ja, tenminste, heel dichtbij. Heel dichtbij, ja. Ik heb het gevoel dat ik daar ook vuurwerk hoor. Ja, dat dacht ik ook al, maar daar zie ik niks, nee. Nee. Volgens mij inderdaad even leuk om even te kijken of daar nog wat te doen is. Misschien zie je daar wel die, je ziet toch altijd die Chinese leeuwen. Dat is een hele grote stage. Dat zou wel cool zijn. Ja. Zo. Mooi. Waar gaan we naartoe? Ja, we gaan naar Chinatown. Ja. Even een gokje wagen, want het is Chinees oud en nieuw. Ja, we zagen net heel veel vuurwerk dus, zoals jullie ook hebben kunnen zien. En jij denkt dat er nu van alles gaande is? Ja. Ik zeg, nou, hier komt niks. Maar ik ben benieuwd. We weten het pas als we het gaan checken. Ja, dus we gaan kijken en jullie zien het ook zo. We waren net een beetje aan de late kant, want ze waren de boel aan het afbreken toen we aankwamen. Gelukkig konden we nog een klein beetje van de sfeer meemaken. Maar ik zou je toch gelijk moeten geven, hè? Er was wel wat te doen. Ja, er was wel wat, ja.
zit in de bra. Dat is geen Chinees eten. Is de zomervakantie voorbij, dus mijn uren op het werk lopen een beetje terug. Ik ben even naar de piep gegaan. Ja, het waait enorm. Maar even een paar cv'tjes uitgeprint. En niet alleen Jeffrey, maar ook ik ga weer op banenjacht. Zo. Wat willen ze van ons weten? Of wij fiscaal inwoner zijn in Nederland of in het buitenland. En wij zijn dus fiscaal hier in Australië. Ja, officieel. Nou ja, dan gaan we zo maar even op de post doen. Ja, inderdaad. Lekker naar het kantoor. Nou allemaal, ik ben op het strand vandaag. Misschien kun je het ook wel horen door de wind. Madeline is op de werk en ik vond het wel lekker weer. En ik heb zo'n app op de telefoon dat ik kan zien hoe groot de golven zijn. En ik dacht, het lijkt me wel wat om nu te gaan surfen. Aangezien de app ook zei dat het wel redelijk kon. Dus ik ben naar het strand gaan met het surfplankje. Die heb ik hier naast me liggen. En ik ga proberen te surfen in deze mooie golven. En hopelijk hebben jullie dit kunnen horen, want het waait echt nog best wel hard. Maar blijf kijken en geniet van. Oké, ik ben dus denk ik ongeveer een kwartiertje in het water geweest. En ik ben zo 4 keer al van mijn plank afgeflikkerd door die golven. De golven waren inderdaad goed vandaag, alleen zijn er zoveel. En ze zijn echt ruig. Ik word de hele tijd van mijn bord afgegooid. Ik heb ook al het zout water in mijn neusholte, in mijn keelholte. Daar heb ik goed opgelost vandaag. Goede zoutoplossing was het wel. Oh, Jezus Christus. Ik heb ook bijna een paar keer de plank tegen mijn kop aangekregen onder water. Ik werd zo flink door elkaar heen gegooid. Maar goed, misschien dat ik het zo meteen nog weer een keer ga proberen. Maar ik ben bang dat het er niet in zit. Want ik als beginner gaat niet lukken zo. Nou allemaal, zoals je het kunt zien. Ik zit er in de auto. De golf waren me toch nog iets te ruig. Ik besloot om gewoon lekker op het strand te gaan zitten, even een beetje zonnen. En voor de rest, ik ga zo lekker weer naar huis toe. Surfplank heb ik achter in de auto. En voor de rest, ik ga wel kijken wat de dag brengt. We gaan het allemaal zien. Ik neem jullie allemaal even mee in mijn semi-vrije dag. Ik ben onderweg naar de kapper. Ik zit heel veel in het zeewater, natuurlijk ook op mijn werk. En ik ben sinds Nederland niet meer geweest, dus geen overbodige luxe. Daarna ben ik van plan even wat cv's weg te brengen en vanavond heb ik een vergadering. Dus kijk vooral mee. Nou, ik kom net terug van de kapper. Het ziet er allemaal weer iets gezonder uit, gelukkig. Fijn. Op dat soort momenten mis je wel gewoon je kapje in Nederland. Maar daar doe je op dit moment niks aan. Ik ga nu verder naar de tram om mijn cv's op plekken in te gaan leveren en hopelijk daar sollicitatie uit te slaan. Nou, dat was sollicitatie 1, of in ieder geval cv 1. En waar kun je beter solliciteren? Nou, bij de Beer Garden, waar je zelf ook graag drinkt. Zojuist even hier bij dit restaurant naar binnen gelopen. Helaas afgewezen, dus het is nu 1 cv en 1 afwijzing. Ik kom net terug van House of Fruits. Dat is het plekje waar Jeff en ik vorige week uit eten waren toen we 2,5 jaar samen waren. Ze waren erg enthousiast. Ik heb ook hier mijn cv in mogen leveren.
En ze stelden allemaal vragen. En nou ja, hopelijk belt ze me. Ik ben bij een ander restaurant naar binnen gelopen. Deze heet Central. Ik ken het voor de rest niet, maar het is wel in een straat waar we veel komen. Ook hier mocht ik mijn cv inleveren, dat is een goed teken. En ze vertelde dat ze nog niet zo goed wist wanneer de sollicitatiegesprekken waren, maar dat ze me zeker ging bellen als ze het wel wist. Dus hopelijk houdt ze zich aan haar woord en is het een goed teken. Ik kom net terug van echt een heerlijk strandbarretje. Het ziet er zo mooi uit daar binnen, dus ga ik zeker onthouden om zelf een keer te zitten. Ik heb mijn cv mogen afgeven. Ik weet niet of ze heel enthousiast waren, maar toen ik wat meer over mezelf vertelde, nou ja, werd die man al wel chiller, dus hopelijk krijg ik alsnog een telefoontje. Hierachter, we zitten een rij met verschillende cafeetjes en barretjes. Ik ben er naar twee naar binnen gelopen. Bij eentje heb ik mijn cv in mogen leveren, maar het klonk niet zo heel erg hoopvol. En de andere, dat was een afwijzing, hoort er ook bij. Dus ik denk, we hebben genoeg gehad voor vandaag en weer lekker op naar huis. Nou, ik liep er net nog net langs eentje heen en toen dacht ik, toen maar nog eentje dan. En die waren ook voor het eerst dat ze aan me zeiden van, nou, we zijn wel op zoek, maar we doen alles online. Dus ook dat gebeurt hier blijkbaar, maar dat is dus de eerste op. Hoeveel plekken ben ik geweest? 7, 8? Nou, wie weet, ga ik online wel even kijken. En als je je afvraagt wat dit is bubble tea. Ik roep al zo lang dat ik het wil proberen. Ja, ik weet niet. Het is wel verfrissend. Drinken waar je op moet kouwen of blijven bellen. Oké, ik neem mijn woorden even terug. Ik heb ondertussen een paar slokjes gehad. Het is echt wel heel erg lekker. En altijd, altijd neem ik de sleutel mee en is Jeffrey eigenlijk over het algemeen thuis. En net die ene keer, hè? Die ene keer dat ik de sleutel vergeet, is Jeffrey niet thuis, kan ik hem niet bereiken en sta ik voor een dichte deur. Een uur en een kwartier later, Jeffrey is thuis en ik kan naar binnen. Woehoe! Is er? Ja. Hi. Hi.